Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Hallo. Dankjewel. Wij zijn net bij de logopedie geweest. Hij heeft goed gewerkt daar. Alleen we merken wel dat hij buikpijn heeft. Dus ja, nu staat hij lekker in zijn schoentjes en zijn kleding. En dan wil hij eigenlijk tablet kijken. En dat gaan we ook doen. Want je hebt je fruitje al gehad bij de logopedie, hè? Ja. En we merkten daar... dat hij buikpijn had. En toen hij eenmaal gegeten had, toen ging hij daarna kokhalzen. Dus ja, dat komt ook omdat hij gewoonweg niet goed poept. Dus ik had al Niels gesproken. Ik zeg tegen Niels, we moeten hier iets mee doen. Dus we gaan hem vanavond spoelen. Want ja, als hij vol zit, zal hij natuurlijk ook niet fatsoenlijk kunnen eten. Want dat heeft hij ook niet echt gedaan. Plus zijn flessen wil hij niet echt meer drinken. Dus dat betekent gewoon dat hij vol aan het zitten is. Dus. Maar ja, hij mag heel eventjes lekker ontspannen. En eventjes kijken of hij zo gaat poepen. En anders, ja, dan is het zo. Ik ga hem dadelijk wel even proberen om een broodje te geven. Joef. Joef was Jordi aan het vervelen. Ik ga hem dadelijk wel even proberen om een broodje te geven. En dan... ja, kijken we wel even hoe het allemaal loopt. Maar nu eerst een vuilniszak in de vuilnisbak doen. Zodat ik van alles even weg kan gooien. Zoals luiers enzovoorts. Hij slaapt. Is in rust. Behalve Joef. Die is nog aan het spelen. Maar die gaat zo ook liggen. Ik ga even lekker een broodje eten. En eventjes op de bank zitten. Want ik heb alweer een ochtend gehad. Het is gewoon druk. Dus ja, je staat op en je gaat haasten naar de logopedie. Je komt weer terug. Dan is Liam flesje, Jordi flesje, eten, bla 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 bla. En dan liggen ze gelukkig te slapen. Maar goed, ik ga heel eventjes eten. En daarna ga ik heel eventjes vaatwassen doen en een beetje opruimen en alles. En dan is het alweer bijna tijd dat Jordi wakker wordt. En dan is het een kwestie van Ranja geven. En zorgen dat ik alles klaar heb staan voor Niels. Want ik moet straks naar de tandarts voor mijn gebit te laten reinigen en doen. En dan zorgen dat Niels de kindje eten kan geven en alles. Dus. Maar eerst nu even eten. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is... Jordi! Hallo. Nou, goedemiddag. Hallo. Wil je lekker slapen? Nee, dus. Wel dus, maar een beetje chagrijnig. Ah, oké. Heb je gedroomd? Dat ben jij. Mama gaat even een wasje aanzetten. En dan ga ik jou eruit halen. En dan gaan we drinken. Inmiddels ben ik alweer terug thuis. Hebben ze hun tanden zo schoongemaakt. En... wij gaan zo dadelijk Jordi spoelen. Gegeten hebben we ook al. Maar ja, Niels en ik gaan zo Jordi spoelen. Want hij heeft nog steeds niet gedaan wat hij moest doen. Dus, ja. Yep. Deze grote vent heeft het spoelen weer overleefd. Ja. Yeah. Hij is nou heel even aan het spelen. Eventjes een bepaalde prikkel wegwerken. En dan krijg je daar een rompetje aan en een flesje.
En dan hopen dat hij vanavond rustig gaat slapen voor hem. Want ja, het is natuurlijk niet leuk, hè? Zoiets. Het geschreeuw gaat door merg en been. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ja. Helaas is het nou eenmaal zo. Maar volgens mij heeft het wel verbeterd. Maar we gaan nog heel even verder concentreren op Jordi. Een hele goede morgen. Jordi heeft gisteren na het spoelen en dat hij naar bed is gegaan, is hij nog heel even wakker geweest. Maar hij heeft niet gezeurd, hij heeft niet geklaagd over buikpijn. Dus hij is gewoon lekker gaan slapen. En vanochtend was hij ook alweer lekker vroeg op. En hij is eigenlijk vrij vrolijk, moet ik zeggen. Het is... Ik heb hem al even niet meer zo gezien. Dus dat is mooi. En Liam, die heb ik al helemaal aangekleed. Ik heb dit shirtje heb ik bij de HEMA gekocht. En dit broekje heeft hij gekregen van mijn neef en zijn vriendin. En natuurlijk hun kindje. En hij heeft een beetje hetzelfde probleem als wat Jordi altijd had. Hij heeft een lang lijfje en kortere beentjes. Dus broekje zit hij nu nog steeds op 62. Maar shirtjes past hij eigenlijk al 68. Jordi had dit probleem ook hoor. Dus op zich niet erg hoor. Want dan kun je langer met de broekjes doen. En ja. Dan komt dadelijk de fysiotherapeute voor Jordi. Als Liam zijn flesje op heeft en geboerd heeft. Dan kan ik Jordi even omkleden. Die zit nou nog in zijn rompetje. En ja. We gaan eens kijken wat de dag weer brengt. Ben je aan het doen, Jordi? Jordi, wat ben je aan het doen? Ja, waar ga je heen? Nou, waarom ga je dat doen? Wat ga je doen? Oh. Heb je net visio gehad, jongen? Dacht je bij je eigen ga nog even staan? Hm? Kom. Jawel, kom. Kom. Dat kan jij. Kom, dat hebben we net geoefend. Kom. Jawel, kom. Goed zo. Jawel. Kom, deze kant op. Jordi, kom naar mama toe. Nee. Had jij geoefend met Kim? En had je gestaan, hè? Ja. Had jij goed gedaan, hè? Ja. Had je super goed gedaan. En je bent ook een stuk vrolijker, hè? Kom. Kom. Ja, kom. Kom je? Kom je? Kom je? Dus, kruipen kan niet. Inmiddels zijn de kindjes al naar bed geweest. Jordi is lekker aan het spelen. Krijgt dadelijk drinken. Maar wat ik nog eventjes wou zeggen was... Of ja, wou zeggen, laten zien eerder. Mijn ouders waren zondag hier op bezoek. En we waren van mening dat Jordi inmiddels oud genoeg was. Te oud voor een luiertas. Dus ze hebben voor Jordi hebben ze... Een rugzak gekocht. Maar leuk toch? Jordi is ook ons superheld. Dus ja, wij vonden hem wel helemaal geweldig. Dus, hij heeft nu een rugzak. Dus deze ga ik binnenkort in gebruik nemen voor hem. Zodat ik alle spullen mee kan nemen. Ook als hij naar fysio en zo gaat natuurlijk. En als hij naar schooltje gaat uiteindelijk en alles natuurlijk. Dus dan, ja, wij zijn er blij mee.
Ben je nou zo zielig? Ben je nou zo zielig? Ben je nou zo zielig? Hè? Ben je uitgehongerd? Volgens mij is er iemand hier uitgehongerd. Ik heb vandaag echt spraakgebrek. Dat heb ik de laatste paar dagen al. In ieder geval, ik ga heel eventjes voor mijn kindje zorgen. Zorgen dat het drinken in hun maagje komt. Ja, komt eraan nog. En ja, dan is het eigenlijk weer tijd om uiteindelijk eten te maken en alles. Dus gaan we doen. Gisteren hebben we, zoals jullie weten, gespoeld. En vandaag is hij een stukje vrolijker, omdat hij dus... Hè? Joef, hou eens op. Omdat hij dus, gisteren dus zijn poep is kwijtgeraakt, is hij vandaag een stuk vrolijker. Dus, mama en Jordi hebben vandaag lol. Oeh! Oh, scheetjes! Lekkere scheetjes! Omdat wij dus vandaag de hele dag eigenlijk al een beetje doen lachen met elkaar. En heel ontspannen zijn. Behalve Liam dan, want Liam heeft vandaag echt een schreeuwdag. Een beetje een regelachtige dag of zo. En Joef die zit nou momenteel in de bench, want Joef kon niet luisteren. Dus ja, hè? Jordi heeft ook geen bril nu op, omdat we de hele tijd een beetje gek aan doen zijn, zoals dit. Vindt hij lekker. En hij vindt het prettig om nou heel eventjes gewoon dan zonder bril te doen. Want dan kan hij me knuffelen. Oeh. En dan kunnen we lekker een beetje niet uitkijken, maar wat we doen, hè. Ja. En daar gaan we. Jij ging vroeger ook altijd zo bij papa en mama. Dan deed papa en mama altijd zo. Hij moet ook lachen. Deden papa en mama altijd zo met jou. Deden wij zo. Ja. Koek, koek. Klapjes in de handjes, blij, blij, blij. Op je deze vogeltje, allebei. Handjes in de hoogte en handjes in de... Zij, goed zo. Zo vaart onze Jordi voorbij. Ei, ei. Jordi ligt al lekker te slapen. Die was moe. En ja, lekker gewoon naar zijn bedje toe. Dus die ligt al lekker op tijd in zijn bedje. Dus die zal morgenochtend ook wel op tijd wakker zijn. Liam nog niet. Die ligt nog lekker in de box. Die krijgt zo ook weer een flesje. En daar is Joef. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Wat? Wat? Wat wil je? Kom maar. Even aandacht van het feit. Allebei mijn kindjes slapen. Ik ga Liam zo lekker in zijn bedje leggen. Die ligt nu nog lekker te slapen in de box. Ik ben zelf ook niet ver van mijn bed af, denk ik. Maar als Liam op bed ligt, ga ik hier eventjes de boel recht trekken. En dan ga ik even douchen en naar bed. Niels is momenteel even gaan sporten. Had er behoefte aan. Dus ik heb gezegd van ga lekker sporten. Je hebt me met Jordi geholpen. En
Je hebt zelf ook allemaal druk en zo met werk en zo. Ik zeg, ga lekker sporten. Dus die is even lekker sporten met een vriend. En ja, moet ook gebeuren natuurlijk, hè. Dus. Maar ik ga bij deze alvast de ups en downs afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.